gaan het dit keer hebben over de basics van onderstuur en overstuur. En dan hebben we het over bochtgedrag van een auto. Nou, ik zal even schetsen de situatie. We hebben hier een auto. Achterwielen en ingestuurde voorwielen. En die auto die zou een geprojecteerde bocht af moeten leggen op basis van de stuuruitslag. Nou, dat noemen we neutraal, maar dan komen er ook situaties voor waarbij die auto een toch net iets ruimere bocht in werkelijkheid af blijkt te leggen dan wat we op basis van de stuurhoek zouden zeggen. En dan belandt die auto die belandt daar. En dat noemen we onderstuur. De auto legt een grotere bocht af dan op basis van de ingestuurde hoek. Nou, het kan ook trouwens andersom. En dan legt die auto een krappere bocht af en dat noemen we overstuur. Nou, het onderstuur en overstuur, dat is eigenlijk gewoon een vorm van slippen. En ik zal eventjes, stel dat dit voor het gemak het oppervlak van de band op het wegdek is. En dat is meteen de krachtencirkel. Dus de band van bovenaf gezien. Dan, als we de voorwielaandrijver eventjes voor dit geval nemen in het gemak. Dan, nou, die kan in lengterichting een kracht aan, die is zo groot. En die kracht, die cirkel, die stelt eigenlijk de limiet voor van de krachten die band aan kan. En wordt die aandrijfkracht in die richting groter, dan hebben we slip. En dat geldt niet alleen in lengterichting, maar dat is ook in zijwaartse richting het geval. Die band die kan, zeker in een bocht is dat natuurlijk heel belangrijk, zijwaartse krachten aan. Maar wordt die kracht te groot, ja, dan is het over en dan gaat die band zijn eigen richting uit. Nou, die voorwielen in dit geval, die hebben dus niet, behalve die aandrijfkracht, deze doet even niet mee, die hier aan de max zit. Kan ook ietsje minder zijn, maar goed. En dan hebben we ook nog die zijwaartse kracht, want die ontstaat. Die auto, dit is als het ware, moet je het een centrifuge zien. Die auto die wordt naar buiten geslingerd en die banden die moeten een kracht geven die daar tegenin gaat om die auto op zijn baan te houden. Nou, wat gebeurt er dadelijk? Hebben we die aandrijfkracht en hebben we die zijwaartse kracht en die moeten we bij elkaar optellen. Nou, dat doen we zo en dan blijkt die kracht, die blijkt buiten die cirkel te komen daardoor. En dan hebben we dus een slip. En op het moment dat het aan de voorkant gebeurt, ja, dan gaan die wielen niet meer die ingeslagen route op, maar die gaan ietsje meer rechtdoor. En die achterwielen die volgen, want ja, die hebben in dit geval geen aandrijfkracht, dus die hebben alleen de zijwaartse kracht te verwerken. En dat gaat in principe prima. En dan is het grappige van onderstuur, daar hebben we het over in dit geval, dat die cirkelbaan die wordt groter en ja, een stukje natuurkunde, dan wordt de zijwaartse kracht bij gelijke snelheid, die wordt kleiner, want ja, die grote cirkel, en als je maar doorgaat, dan zou het zelfs een rechter worden. Dus stel, er zijn geen tegenliggers, er is geen berm, en je hebt alle ruimte, dan zou die onderstuurde auto met ingeslagen stuur, dezelfde snelheid, die zou uiteindelijk weer neutraal een weg gaan volgen. Niet die zwarte weg, maar een blauwe die ietsje minder scherp loopt. En nu overstuur, dat is de andere kant. Dan hebben we de achterwielen. En ook daar hebben we natuurlijk een aandrijfkracht. En als daar de zijwaartse kracht te groot wordt, dan komt de som van die twee krachten die komt buiten wat de band aan kan. En dan gaat die achterkant die gaat opzij. En dan maakt die auto een kleinere bocht. Nou, dit zou je dus kunnen compenseren door je voet van het gas te houden. En dan wordt deze kracht kleiner. En dan op een gegeven moment dan zitten we weer binnen die cirkel. Maar dat geldt bij overstuur niet. Dan moet je eigenlijk gewoon tegensturen. En ja, dat is een kunstje wat niet iedereen even goed beheerst. Vandaar dat heel veel auto's afgestemd zijn op onderstuur. Want dat is in dit geval de veiligere. Want laat je bij onderstuur je gas los, ja, dan corrigeert die auto zichzelf weer. En dan zijn we uit die onderstuursituatie. Wat is er aan te doen? Nou, er is heel veel aan te doen. En de basis begint natuurlijk al bij de fabrikant. Die moet een auto dimensioneren. En ja, voorin zit de motor en bij sommige voorwielaandrijvers zit die motor nog verder naar voren. En dat betekent dus dat er veel kracht is waardoor die cirkelbaan naar buiten bewogen wordt. En dat onderstuur ontstaat. Nou, als je nou zorgt dat je meer gewicht naar achteren verplaatst, zorg dat je daar je reservewielen hebt, je accu, je kan heel veel naar achteren plaatsen, je motor ook een stukje. Dan heb je in ieder geval minder centripetaalkracht op die voorkant. En dan blijft die auto wat neutraler. En bij een achterwielaandrijver of een auto in ieder geval met een overstuurd karakter, dan kun je dat net andersom doen. Dat is waar de fabrikant eraan kan doen. En die kan het ook met zijn wielgeometrie, setup van veren en dempers, bandenkeuze. Allemaal invloed op onderstuur en overstuur. Nou, wat je er zelf heel simpel aan kan doen, als die niet aanstaat, dan zou je kunnen zeggen, mijn volgende banden, dat wordt een set met een zachtere rubbercompound.
die hebben meer grip, dus eigenlijk een grotere cirkel qua krachten. En dan duurt het dus langer voordat die auto van zijn baan gaat. Bij een onderstuurde auto doe je die banden aan de voorkant en dan de achterkant juist niet. En bij een overstuurde auto doe je het net andersom. Dan doe je achter die zachtere rubber en voor ietsje hardere compound. En dat geldt voor alle onder- en overstuurdingen. Wat je bij de ene aan de voorkant doet, moet je bij de andere aan de achterkant doen. En ja, dat zijn eigenlijk de basics van onder- en overstuur.